Vanavond weer zijn we natuurlijk van de partij met zoals altijd aan de linkerkant niemand minder dan Marije van den Berg. Leuk dat je bent. Ja, dankjewel Joost. Het geeft me toch altijd weer een hele gemoedsrust hoor dat we het samen weer kunnen trekken vanavond. Ja. Ja, en jij kan er niks aan doen, want het varieert van mannen en vrouwen, soms meerdere mannen, soms meerdere vrouwen, soms gemixt door elkaar heen elke week. Wie krijgen we weer vanavond? Ja, dit was vorige week door Joanneke al een beetje natuurlijk voorbereid, want die was al in een land geweest waar ook deze gast van vanavond notabene 10 weken met haar gezin heeft gezeten om echt eventjes weg te komen, om eventjes te reflecteren op zichzelf, om Nederland echt achter zich te laten. Dat heeft ze niet voor niets gedaan, want ze heeft er een dik jaar gewoond. Ze heeft daar onder andere ook de leukste hobby volgens mij die ik kan bedenken, namelijk radio maken, opgepakt. En ik ben heel benieuwd wat haar openingszin in het Zuid-Afrikaans zou zijn. Ja, ze is moeder van 3. Kortom, een drukke bezige bij we hebben echt vers van de pers 2 dagen met een nieuwe job begonnen is. Maar zij heeft daarvoor ook bij het Scharlakenkoord gewerkt. En wij hebben daar al meerdere mensen hier ook aan tafel van gehad. Maar het leuke ervan is, zij is namelijk ook de opvolger van Hager Prins. Ben je dat nou eventjes vergeten? Ga dan vooral eventjes naar onze Spotify-lijst. En kijk daar eens eventjes naar haar verhaal. Want zij was de frontvrouw van de organisatie Lume. En daar is Eline van der Woude nu ook de nieuwe frontvrouw, als ik het nou eventjes zo mag zeggen, van geworden. Welkom Eline, leuk dat je er bent. Dank je. Ja, en ik ben echt serieus. Weet je nog iets van het Afrikaans wat je deed in het radioprogramma wat jij presenteerde? Oh. Is het te ver weg? Nee, het Afrikaans is dus niet te ver weg, maar een zin daaruit, dat is wel lastig. Wat is goede avond in het Afrikaans? Weet je dat wel? In Zuid-Afrika? Ja, lekker aand. Ah, kijk nou. Lekker avond. Lekker avond. leuk dat je er bent. En ja, kerstvers frontvrouw. Ja, ik noem het maar eventjes zo. Dat is niet echt een directrice en is misschien te zwaar van het goede. Maar degene die het werk van Hager heeft overgenomen per 1 oktober. Yes. Yes. Maar ook het Scharlakenkoord waar jij heel lang bij betrokken bent geweest en nog steeds blijft. Ja. Kortom, heel veel om volgens mij over te praten. En ook waarom je 10 weken naar Namibië bent geweest. En wat je daar eigenlijk ook hebt gedaan daarvoor. We zijn gewoon eventjes heel benieuwd. Ja, Joanneke heeft natuurlijk al een beetje gezegd. Jullie kennen elkaar onder andere daarvan. Van het kindertehuis of het kinderwerk. Ja. Ja. En wat jouw deel of rol samen met je partner misschien daar wel in was. Dus we hebben een hele avond weer te vullen van 2 uur lang. Maar wij beginnen deze avonden altijd met Wild Fate geluksmoment. Een geluksmomentje. Ja, en ik zeg het echt. Er worden te weinig. Helaas hebben we die visuals niet aan. Maar die Marije hier, die zit dan met dat geluksmomentje. Daar kijkt ze naar uit als een tierenlier altijd, joh. Ja, joh. Het is echt. Mijn vader zei altijd, je moet de dingen in het leven moet je vieren. Dus ja, ik vier mijn verjaardag altijd groot. En als er me even iets te vieren valt, dan vier ik graag een feestje. Ja. Dus eten, lekkers en nog altijd nog meer. Ja. Maar iets anders om te vieren is toch echt wel. Ik weet dat ik ooit een training gaf aan jongerenwerkers op Curaçao. En toen dacht ik echt, ik zou hier echt nooit kunnen wonen. En misschien luister je nu wel en dan denk je echt, oh joh, als ik ergens zou willen wonen, dan is het daar wel. Maar ik merkte toen echt, oh, ik zou zo de seizoenen missen. Jij wil de sneeuw zien. Ja, de sneeuw. Ja, maar dus ja, winter is coming. Ja, nee. We beginnen eerst maar eens met de herfst. Maar ik vind het zo heerlijk. Gewoon allereerst de kastanjebomen die bruin kleuren. En nu gewoon alles wat zo langzaam maar zeker gaat verkleuren en richting de herfsttinten gaat. Ja, echt, oh, een favorite. Ook gewoon, als het regent buiten, gewoon lekker kaarsje aan binnen. Nou, die kleurenveranderingen heb je op Curaçao niet, hoor. Dat is palmboom is groen, groen, groener, groenst. Ja, ja, dus ja. Ik dacht echt, oh, ik zou daar echt niet tegen kunnen. Ik leef op de seizoenen. Ik vind, ja, ik heb ook een boek over geschreven, Joost. Maar ja, dat waren net andere seizoenen. Maar gewoon de seizoenen. Ja. Ik vind het echt zo'n geschenk dat het iedere keer weer zo wisselt. Dus ik ben wel benieuwd. Eline, heb je ook iets waarvan je zegt, ja, dat is echt wel iets waar ik heel gelukkig van word? Ja, mijn geluksmomentje was net wel in de auto hier naartoe. En toen ik eindelijk weer gewoon alleen in de auto zat. En gewoon na een hele periode met constant mijn kinderen om me heen.
zat ik gewoon even alleen. En ik ben toevallig ook nog met de cabrio gekomen. Dus ik had gewoon het dakje opengegooid. Ja, zie, ik zat al aanrijden. Toen dacht ik, is het nou een hardtop cabrio of niet? Ja. Ja, zie. Dus ik had gewoon, ondanks dat het niet ontzettend warm is, had ik gewoon het dak opengegooid om lekker die wind even te voelen. Ik had ook geen radio aan en gewoon even... Je rijdt hier zo mooi naartoe ook, hè? Zo door het bos en zo. Ja, gaan. Oh, en ik dacht, oh, ik hoor mijn eigen gedachten weer eens. Toch fijn. Na heel veel weken zoveel de kinderen om je heen. Dat je... Heb je nou elke keer als een mam riep een squat gedaan? Ja, dat had ik moeten doen. Dan was ik nu echt... Topfit. Topfit. Zo. Ja, dat is nu wat helemaal viral is. Elke keer als je mama hoort, als je moeder bent, dan moet je een squat doen. Ja, dan ben je echt topfit na een paar dagen. Het zou spierpijn worden. Ja. Hey, Joost, heb je ook nog iets? Nou ja, het is een beetje werkgerelateerd. Het is natuurlijk allemaal werk, want het is leuk om hier weer radio te mogen maken natuurlijk. Maar ik ben heel blij dat ik een verhuizing in België achter de rug heb. Want we hebben een pand, niet het pand verhuisd, maar de inhoud van het pand. En elke verhuizing, of je dat nou werkmatig of privé altijd doet, je denkt altijd, dat valt toch allemaal wel mee wat in dat kantoor staat. Nou, dat viel dus niet mee, maar het is allemaal goed gelukt. En ik had immens veel hulp van wat vrijwilligers. En we konden op die manier heel makkelijk verhuizen. Want het is namelijk niet alleen de inhoud van je bureau en allerlei accessoires. Maar we moesten ook nog een complete studio die in dat pand, oude pand stond verhuizen. En dat waren gigantische panelen die echt heel zwaar waren. En die moesten we ook nog een trap op. In het nieuwe pand. Nou, daar hebben we ons allemaal even op bekeken. Maar we hebben het gered. We zijn heel erg dankbaar en blij ervoor. Dus heel mooi om gedaan te hebben. Gisteren weliswaar. Dus, Zo, en heb je ook even gesport. Ja, dus jij hebt morgen ook spierpijn. Ja, ik heb geen squats gedaan, maar ik heb een studio opgetild. Nou, ik heb in ieder geval weer natuurlijk de allerbeste gospel dance voor jullie gezellig klaarstaan vanavond. En we gaan niets minder luisteren dan Planet Shakers met Greater. Ja, lekker Planet Shakers met Greater hier bij Wild Fate op Wild FM. Leuk dat je luistert. Vanavond in gesprek met Eline van der Woude hier bij Wild Fate op Wild FM. Ik zei het al een beetje, de kerstverse voorvrouw van de organisatie Lume. Dat is een vrouwenbeweging die namens of bij de organisatie De Verre Naast hoort. En dat is ook een organisatie die voornamelijk hulp over grenzen geeft. Misschien kan je daar zelf even kort eventjes iets een pitch, elevator pitch geven, Eline. Want ik zit nou dingen te zeggen. Maar jij kan dat volgens mij. Ik dacht, dit gaat goed. Dit is makkelijk. Ja, toch? Ja. Ja, nee, klopt wat je vertelt. Lume is onderdeel van De Verre Naaste. En bij Lume gaan we ervoor om eigenlijk wereldwijd geloof te delen. Dus we werken samen met verschillende projecten in het buitenland. Vrouwenprojecten, want we zijn wel echt gericht op een vrouwenbeweging. En we willen heel erg vrouwen inspireren, bemoedigen om hun geloof te delen. En ook gewoon heel praktisch daar handvatten in geven. Ja, mooi dat je daar leiding aan mag gaan geven aan deze nieuwe, want het is geen nieuwe beweging, maar in ieder geval aan deze club. Ja. En ik was ook nog wel eventjes benieuwd, want vorige week hadden we hier Anneke hier aan tafel zitten. En die ken jij of daar weet je van, omdat jullie in een project of in ieder geval het land een warm hart toedragen. Klopt. En jij bent er ook recent, of eigenlijk je bent vers een maand eigenlijk ook terug in Nederland, hè? Klopt, ja. En wat heb je daar nu gedaan, of wat heb je daarvoor eigenlijk gedaan, voordat ik naar de volgende vraag van wat je er nu afgelopen hebt gedaan? Ja, precies. Ja, het gaat over Namibië inderdaad. En we hebben ongeveer 10 jaar terug, heb ik daar met mijn man een jaar gewoond, bij een kidcentrum. Waar we ons eigenlijk gingen inzetten om in een... Ja, echt de slobbenwijk eigenlijk. Daar wordt het wat anders genoemd. Maar om echt met de allerarmsten te kijken hoe je daar kunt helpen. Ja, en dat moet wel ergens vanuit een drive, vanuit een passie zijn. Heb je ook wat met kinderen of met armoede of met Afrika? Ja, of met allemaal een beetje. Alles met kinderen. Alles kwam bij elkaar. Ik heb bijvoorbeeld wel de PABO gedaan. Dus dan zul je toch iets met kinderen hebben of zo. Ja, hè? Zeker. Ja, dat staat in. Ik lees altijd de hele scripts door die Marije altijd redactioneel. Maar dat stond er niet in. Dat stond er dan niet in. Dat snap ik. Ik ben niet een echte kinderjuf, vind ik. Okay. Ik ben ook gelijk daarna wat anders gaan doen. Maar dat maakt niet uit. Maar in ieder geval heb ik dus wel wat met kinderen. Ja. En ik heb ook gewoon wel iets met avontuur en met reizen. Daarnaast heb ik ook wel gewoon hart voor...
zij die het minder hebben. Ja. Daar valt armoede denk ik ook onder. Ja, heel mooi. Waar begin je dan? En je komt daar dus, je gaat het bouwen. Je bent daar dan en je ziet al die armoede. Hoe? Ja, het is zo groot. Ja. Ja, ik weet ook nog, het is dus even geleden en ik was natuurlijk ook een stukje jonger. Dus toen was het ook wel een stukje van, nou, dit is gewoon een mooi moment om dat dan ook te doen. Je bent net getrouwd en je denkt, oké, dat gaan we doen, vol enthousiasme. En ik weet ook dat ik me de eerste weken wel een beetje lam geslagen voelde. En we zeiden al van, ik ben nu dus ook net een poosje terug. En ik had het nu weer een beetje hetzelfde. Ik kwam er weer en ik dacht, kan hier idyllisch en wel komen, maar waar begin ik nou eigenlijk? Ja, want wat zag je? Wat zie je als je daar komt? Ja, armoede uiteraard, maar of uiteraard daar waar wij waren wel in ieder geval. Maar het is meer het geheel. Als het nou alleen maar armoede of zo was, maar die hele plek is stoffig, is dor, er groeit niet veel. Ik vond het gewoon een beetje overweldigend dat ik dacht, ja, ik kan je wel geld geven, maar ben je er dan? En ook wel, het liet me echt wel nadenken, wanneer ben je gelukkig? Wat is geluk? Hangt dat samen met geld? Wat maakt het uit hoeveel geld je hebt? Allemaal van dat soort vragen word je heel erg over een nadenken gezet. Ja, wel een beetje filosofische vragen zijn dat. Ja, dat past denk ik ook wel bij mij om daar goed over na te denken dan. En wat was je conclusie? Oh, die heb ik niet. Nee. De vragen zijn te groot voor de conclusie. Maar voor mijzelf was wel de conclusie. Heel veel mensen vroegen ook. Oh, en wordt dit nu jullie jaarlijkse zomervakantie? Of wil je weer gelijk terug? En mijn conclusie was wel dat ik niet per se zoiets had van, ik moet hier zijn om goed te kunnen doen. Of ik moet hier zijn om het belangrijkste na te streven. Want ik denk dat, ja, dat het belangrijk is dat je God mag kennen. En dat doen dan best wel veel mensen daar wel. Want als je niks hebt, dan zoek je in andere dingen houvast. En kom je des te eerder uit bij een God waar je houvast aan kunt krijgen. Ik vind het wel heel interessant dat jij ook zei van, het liefst wil je ze bijvoorbeeld geld geven, hè? Maar dat helpt niet. Ik ben namelijk zelf ook voor TWR en ook voor andere organisaties in Afrika geweest. En ik had echt een keer een heel goed gesprek met een chauffeur die 2 weken met ons optrok. Dus die was eigenlijk, die reed gewoon overal mee naartoe. En een avondje zaten we erin en dan zeg ik, ja, jullie hebben het zo goed daar en het is zo fantastisch. Het is een soort van, ja, walhalla. Ja, om daarheen te mogen gaan, naar dat rijke Westen. En toen heb ik hem een plaatje voor gehouden wat ons leven kost. Yeah. Zou ik maar zeggen, wat in perspectief kost, wat hij dus ook betaalde. En hij had het niet verkeerd, want hij had een auto. Nou, dat is vaak al maar dat was natuurlijk een manier om geld te verdienen. Maar hij had een klein huisje en hij kon de school van zijn kinderen betalen en had eten eigenlijk. Dus hij had het niet verkeerd. En nou, dat heb ik hem dus ook in perspectief neergezet, wat ons leven hier in het Westen kost. En hij was geschrokken. Ja. Hij zegt echt zo van, dat meen je niet, dat meen je niet. Ik zeg ja, en wij proberen te sparen om klappen op te vangen die misschien bij jullie wat lastiger worden, omdat je eigenlijk in dat rood staat, aan dat nulpunt aan het eind van de maand. Maar dat is lang niet bij ons allemaal vanzelfsprekend. En dan hebben we een kleine buffer om de wasmachine te kopen of wat dan ook. Dus niet iedereen bulkt hier van de miljoenen op zijn bankrekening en rijdt allemaal in een dikke auto. En hij was helemaal verbaasd. En dat is ook het mooie als je mensen leert kennen en mensen jou ook leren kennen, dat het echt oprecht is. Dus dat we niet komen om vermaak. Ja, en daar hoort wel een beetje vakantie in, maar ik was daar niet voor een vakantie. Nee, dat zal je ook zien, want ook het mooie aan het land waar jullie zijn geweest is natuurlijk ook een upcoming land om te ontdekken, heb ik wel eens begrepen. Ja, het is ook echt, het land op zich ben ik ook echt al verliefd op, ja. Ja. Het is echt een prachtig land, ja. Ja, ja, heel apart is het, ja. Ja. Aanrader. Ja, nou, ik ben heel benieuwd wat voor avonturen jij ons nog meer in mee gaat nemen vanavond. Maar daar komen we straks bij je gezellig op terug. Grader van Planet Shakers hier bij Wild Fate op Wild FM. Leuk dat je luistert. We zijn in gesprek met Eline van der Woude. En zij is naast dat zij bij de organisatie Lume sinds 2 dagen betrokken is. Daar was ze daarvoor waarschijnlijk ook al wel. Maar is nog steeds ook actief bij het Scharlakenkoord. En dat hoorde ik dat je dat ook zei eventjes in ons gesprekje toen je hier arriveerde. Als preventiehoofd of als preventiemedewerker. Maar dan denk ik, dacht alleen dat dat in Amsterdam werkte. Maar wat is er dan nodig aan preventie? Of wat doen jullie dan precies?
Ja, Schalakkoord heeft een preventietak met een aantal preventiemedewerkers. En die geven eigenlijk door het hele land lessen over seksualiteit, relaties, weerbaarheid. Om jongeren te helpen om een gezonde kijk op seksualiteit te ontwikkelen. Zo, nou daar mooie, ben je ook mooie goed, volzin, hè? Ja, ik zit er ook lekker in, hoor. Peter Pietz, daar zit je ook al goed in. Ja, nou, dat komt wel, het komt wel ergens ook heel erg weer in het verlengde van wat je nu gaat doen dan bij Lume. Gewoon eigenlijk niet het verlengde van preventiewerk, maar ook gewoon de positie, weerbaarheid. Ja. Een stukje doorgeven van wat je weet, wat je kent. Ja. Alleen dan op een andere doelgroep, weliswaar. Ja, nee, klopt. Daar zit absoluut ook de link. En het stukje, ik wil heel graag jongeren in hun kracht laten staan, maar datzelfde verlangen heb ik absoluut ook voor vrouwen. Dus en het een is misschien zelfs wel bij Schalakkoord heb ik natuurlijk ook wel gezien de vrouwen die achter de ramen staan en hun verhalen. Dat was niet mijn werk, maar dat kreeg ik absoluut ook mee. En juist de onderdrukking van die vrouwen daar, dat heeft me ook wel weer passie gegeven voor dat ik heel graag vrouwen ook weer in hun kracht wil zetten. Ja, want voor degene die Schalakkoord niet kennen, je hebt het over vrouwen achter de ramen. Ja. Kun je iets duiding geven aan de organisatie? Ja, dat kan zeker. Ja. Schalakkoord is een organisatie die hulp biedt aan vrouwen in de prostitutie. En dat doen ze op verschillende vlakken. Dus werkelijk door naar bijvoorbeeld de Wallen te gaan of andere gebieden waar vrouwen achter de ramen staan. Maar dat doen we ook online door vrouwen op te zoeken. En daar proberen we allemaal in ieder geval te laten weten van als jij hulp nodig hebt, dan willen wij er zijn. Ja. En omdat we het liefst niet eens willen dat vrouwen daar terechtkomen, is er dus ook een preventietak. Ja, dat is natuurlijk wel super mooi, hè? Dat je daarin ook het beeld bespreekbaar maakt van hoe kijk je eigenlijk naar seksualiteit, hoe je met elkaar omgaat, dat soort dingen. Ja. Is het nodig dat jongeren daar weerbaar in worden? Ja, dat vind ik wel, ja. Wat zie je? Nou ja, wat ik zie is dat jongeren heel veel geleerd krijgen van wat ze online zien. Er zijn nog steeds heel veel jongeren in Nederland die niet praten over seksualiteit, over relaties. Dat komt ook omdat we natuurlijk heel veel buitenlandse jongeren hier hebben. Die zijn ook heel vaak niet gewend om, zoals moslimjongeren, kunnen niet thuis daarover praten vaak. Nee, dus de vraag is of dat jongeren daarover praten of dat ouders daar initiatieven nemen. Ja, wie weet. Ik denk dat jongeren er wel over willen praten. Dat willen ze meestal uiteindelijk in onze lessen ook, als we de schaamte voorbij zijn en de taboes. Dan willen ze zeker praten en ze willen heel graag informatie. Dus daarom denk ik echt dat het goed is dat we daar gesprekken over aangaan. Want we moeten daar onze jongeren volgens mij in helpen. Want als we dat niet doen, dan geloven ze alles wat ze online zien. Ja, dus als je nu luistert en je denkt, ik heb daar zelf eigenlijk thuis ook nooit zoveel over gepraat. Dat is ook wel goed om eens te bedenken welke jongeren heb je ook in je sfeer van invloed. Ja, het hoeft niet eens altijd je kinderen inderdaad te zijn. Ik heb een nichtje van een jaar of 16 en heel vaak ga ik gewoon een beetje met een grap even een beetje vragen waar ze zich mee bezighoudt. En gewoon een beetje kijken van heeft ze door wat ze aan het doen is, wat ze ziet, wat waar, wat niet waar is. Het hoeft niet allemaal zo zwaar volgens mij. Maar, ja, het is wel leuk. Het is een beetje gedeelde passie, dus ik ga er helemaal op aan. Joost ziet dat ook wel, maar ik heb van de zomer hormoongesprekkaartjes gelanceerd. Oh ja. Voor moeders en dochters. Omdat ik in mijn research voor mijn projecten ontdekte. Er wordt eigenlijk bijna nergens thuis gepraat over seksualiteit, hormonen, weerbaarheid, grens en leefstijl. Ja. Laten we dat gesprek eens openbreken. Dus ik heb gewoon gesprekboxen ontwikkeld. Mooi. Met kaartjes dat die moeders met dochters juist over dit soort thema's in gesprek kunnen gaan. Omdat er gewoon te weinig over gepraat wordt. Ja. Bijna niemand praat er daar thuis over. En dat is wel echt. En soms is het ook gewoon lastig. Wat ga je dan precies bespreken? Ik heb nu een dochter van 8 of 9. Ze is net 9 geworden. Maar goed, dan ben ik soms ook zoekende van wat past nou bij haar leeftijd? Waar zal ik eens beginnen? En aan de andere kant probeer ik gewoon maar soms een beetje te kijken. Waar zit ze? Als ik een woord noem, snapt ze het dan eigenlijk al of niet? Of maar dus ik snap wel de. Nu al gesteld op een 10, of niet de meeste, maar steeds meer meiden. Ja. Ja. Dus als je dan 9 bent, dan moet je dat soort dingen gaan uitleggen. Precies. Dan schrik je natuurlijk helemaal sapperflap. Precies, maar ik snap dus wel dat zo'n gesprekskaartje wel fijn kunnen zijn. Want ik ben dus soms, ik doe het dus wel, want ik sta zoveel vanuit Schalakkoord werk ook nog aan op dit moet gebeuren. Maar ik zoek soms ook wel naar hoe ga ik dit nou eigenlijk precies doen. Ja, dat is wel echt mooi. Hebben jullie er thuis vroeger over gepraat eerst?
Nou ja, er zijn wel wat gesprekjes geweest, maar niet zo heel, heel veel zoals je nu ziet. En ik denk ook wel wat Eline zegt, van online kun je zoveel vinden en zoveel doen. Hè? Maar dat is alleen in een bepaalde context, in een bepaalde manier waarop dat wordt uitgelegd of wordt laten zien of weet ik veel, whatever je tegenwoordig allemaal er natuurlijk ook mee kan. En er zijn ook zoveel verschillende platformen. Want hè, bijvoorbeeld een platform als Snapchat, ik heb er een tijd niet op gezeten, terwijl mijn dochters er wel op zaten. Ja, en ik dacht ook van, waarom eigenlijk ook niet, weet je wel. En dan zie ik opeens wat voor dingen er liggen. Dat gaat over TikTok. Nou, ik heb ook nog geen TikTok-account, was ik ook niet van plan. Maar je kan wel filmpjes kijken, dus zonder dat je een account hebt of je krijgt dingen doorgestuurd. Ja, dan kan het. Het is niet een schrik-effect, maar wel meer van, er zijn zoveel inputs, er zijn zoveel manieren. En ik denk ook wel dat we allemaal een beetje eens zijn. Want ik geef ook bijvoorbeeld trainingen in het buitenland namens TWR. Is dat het fysieke moment, dus het face-to-face, dat je de emotie, de momenten ziet, is heel anders. Dus waardoor je ook eigenlijk soms in een diepere laag kunt komen met de mensen in gesprek. Om ook bewustwording te creëren of de kennis over te dragen of echt in gesprek te gaan. Dat gemist wordt. Omdat we denken, ja, maar we hebben het toch online al gezien. Of ik ga het online wel zoeken. Of zelfs ouders die sturen via WhatsApp een linkje in de familie hebt. Van nou, dit is wat er speelt, kijk er maar naar. En het niet bespreken als er al gezamenlijk aan de tafel wordt gezeten. Bij de avondmaaltijd bijvoorbeeld. Of een keer in het weekend als je rustig zit. En dat is niet om alles maar over één kam te scheren. Maar ik denk dat zeker wel zo speelt in de samenleving. Ook in Nederland ook. Ja. Ja. Ja, dus ga maar dat gevoel van ongemak voorbij. Maar als je de research erbij pakt, het onderzoek van seks onder je 25ste. Als je daar de reacties in ziet, dan is het zeker nodig. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Klopt. Uit dat van nest dat je komt, daar wordt gewoon te weinig over dit soort thema's gesproken. Ja, ja, ja. En als we er wel over spreken, dan spreken we vaak over hoe seks werkt. En over hoe het, een beetje de... platonische... Ja, precies. Maar we hebben het niet over, maar wanneer vind je iets nou wenselijk in een relatie of niet. We hebben het niet zoveel over wensen en grenzen. Dus daar valt wat te halen. Hillsong Young hier bij Wild Fate met Never Have I Ever. Ja, we zijn in gesprek met Eline vanavond. En we hebben het al eventjes gehad over voornamelijk de passie om mensen te waarschuwen. Om met ze in gesprek te gaan. Om zaken in het licht te brengen. En niet het allemaal maar automatisch aan te nemen bij onder andere het Scherlakenkoord. Waar je nog steeds werkt trouwens. Hè, waar je in ieder geval bij betrokken ook blijft. Ja. Maar ik was ook even wel heel benieuwd. Want we hadden het net ervoor over van hoe vaak is er bij ons thuis over gesproken. Het is altijd leuk om even een beetje soms in het leven van iemand te duiken die we hier altijd te gast hebben. Dus ik ben altijd even heel benieuwd naar van joh, uit wat voor een nest, uit wat voor een omstandigheden kom jij zelf, Eline? Nou, ik kom uit een boerengezin met mijn ouders en we waren met z'n drie kinderen. Een oudere broer en zus heb ik. Er is best wat leeftijdsverschil tussen ons, dus ik heb ook wel een poos gewoon alleen met mijn ouders op de boerderij gezeten. Christelijk gezin, christelijk opgevoed. En prima plek om opgevoed te worden en om te zijn. Ja. Een plek waar lekker... doordat mijn ouders een boerderij hadden, waren ze lekker veel thuis. Er waren wel altijd momenten dat er hard gewerkt moest worden en ik niet te veel mocht vragen. Maar er waren ook veel momenten dat ze lekker thuis waren en... ik juist wel van genoten dat ze op een boerderij zaten. Ja, nou heb ik in ieder geval hier twee boerendochters aan tafel zitten. Zo loopt het maar, zonder dat ik dat ook wist. En herken je dat? Dat ze dan soms heel veel tijd voor je hebben. En soms is het gewoon even, we moeten inmaken. En, maar dan hielp je gewoon mee. Ja, ik kon inderdaad ook al vrij vroeg op de trekker rijden. En, heb ik gedaan toen ik mijn autorijbewijs had. Toen zei mijn vader, het kan niet zo zijn dat je nog nooit trekker heb gereden. Dus toen ging ik mee op de trekker. Ik heb drie broers. Ja, dus was die degene, hielpen gewoon heel erg. En ik draaide thuis de boel inderdaad. Dus, jij moest koffie brengen. Ja, koffie brengen. Ja, echt ook wel bijzondere tijden geweest. En wat ik zo mooi vond, dat is dan wellicht ook wel vergelijkbaar. Maar bij ons werd dus aan de keukentafel gewoon gepraat over een koe was vruchtbaar, die had cervix slijm. Moest geïnsemineerd worden, zeg maar. Dat was bij ons gewoon echt de praten aan de keukentafel. Dus al heb je het over thema's als seksualiteit.
Ja, dat kwam was gewoon een keukentafelgesprek met Tijd en Weilen. Ja. Werd ik goed om gelachen. Maar dat was ook, je stond zo dicht bij de natuur dat dat ook heel veel mooie dingen gebracht heeft. Ja. Herken je dat? Ja, alhoewel dat soort gesprekken, ja, was dan ook wel vaak dat ik me nauwelijks door had waar we het over hadden, zeg maar. We hadden het gewoon over een koe insemineren. Ja. Ja. Dat zal dan. Ja. En je zei net ook zo van een beetje van, ja, in een veilig goed, prima jeugd gehad. Ja. Maar christelijk gezin, kortom, dan ga je zelf, je gaat maar mee met de stroom. Je hebt niet gehad van, ik twijfel of ik heb zelf, ik keer mijn rug toe naar van wat jullie geloven. Want dat is natuurlijk wel wat wij hier bij Wild Faith altijd wel een beetje nieuwsgierig naar zijn. Van ja, waar heb jij dan, ja, misschien ook wel... Zo vorige week mooi werd gezegd van ook God de ruimte gegeven om in jouw leven te komen. Om die leegte in te vullen. Ja, ik denk dat dat bij mij gewoon meer een proces van geleidelijk aan is geweest. Dus ik heb niet zo'n moment dat ik dan nu kan zeggen, nou en toen overduidelijk kwam God in mijn leven of zo. Ik ben er inderdaad mee opgegroeid en ik heb ook wel eens momenten gehad dat ik dacht van ja, wat zijn we nu precies mee bezig? Wat geloven we nou precies? Maar eigenlijk heb ik altijd zo'n... zo'n gevoel gehad van ja, het kan bijna niet zo zijn dat God er niet is of zo. Dus gewoon die basis was heel sterk en dat is het nog steeds. Ik denk heus wel eens, waar zijn we mee bezig als christenen? Of waarom doen we het zo? Of waarom? Hè? Daar kan ik best over nadenken, maar ik kan me niet indenken dat er geen God is. Dus wie is God dan voor jou? Nou, sowieso is het gewoon hoe de schepper van hemel en aarde. Dus dat ik echt naar alles kan kijken en kan denken... Het kan toch niet anders dan dat daar echt een geniaal iets achter zit. Maar ik ervaar het ook wel als iemand die betrokken wil zijn op mijn leven. Dus niet alleen maar een God van ver weg, maar ook een God van dichtbij. En dat was niet altijd als kind, denk ik, al zo. Ik denk dat dat ook meer... Nou, rond mijn tienerjaren ging ik ook naar conferenties en andere plekken. En werd het steeds meer een God waarin ik ook merkte van... Het hoeft niet alleen maar te gaan over de God uit de Bijbel. Het kan ook de God zijn die dicht bij mij wil zijn. Ja, we hadden het vorige week over hoop, hè? Hoopvol, dat God ook hoop geeft. Hoe zie je daarin dat God jou hoop geeft? Nou, sowieso hoop op een beter leven of zo. Want als ik dan dus weer nadenk over, we hadden het al even over Namibië. Als ik denk, als dit alles is, dan is er toch geen hoop. Maar dat is gelukkig niet alles. Ik geloof dat er voor iedereen één dag een... Nou, voor iedereen die in God gelooft, een dag mag zijn dat je God mag leren kennen en dat alles weer goed wordt of zo. Dus dat geeft me sowieso hoop dat de gebrokenheid van de wereld niet oneindig is. Ook hoop op iemand die het grotere geheel overziet of zo. Ik hoef niet alles altijd te overzien, er is een God die het overziet. Dus ja, dat geeft me een gevoel van hoop en ook wel een gevoel van relaxedheid die ik uit mezelf heus niet altijd heb. Ja, mooi. Mooi dat je daar ook zo bewogen en ook nadenkend over antwoord. Dat het niet zo, ja, dat is nou helemaal zo. Want dat, aan de ene kant is het wel zo, maar toch ook wel dat je een groter plaatje ziet en dat je eigenlijk alles los kan laten. Want God geeft dan daar wel weer de voorziening voor. Ja, ja, ik ben ook niet iemand die alles per se hoeft te snappen daarin. Ik denk ja. Nee. Ik geloof dus in een God die het wel snapt. Ja. En heeft dat ook in je rest van je carrière je ook daarin geleid, zou ik maar zeggen, in je christelijk geloof? Of heb je gewoon gedacht van nou, ik kies andere richtingen? Want ja, Scherlakenkoord is al wel een voorbeeld, maar je hebt Pabo gedaan. Dus dat is een hele andere. Ja, dan ga je misschien ook wel helemaal denken, daar ga je een andere kant op. Ja. Ja, ik vind het ook altijd wel lastig. Ik kan nu een super geestelijk antwoord geven over weet ik veel roepingen en over dat soort dingen. En tegelijkertijd ben ik gewoon ook iemand die avontuur nodig heeft. En die gewoon soms denkt, nou, ik ga ervoor, we zien het wel. Dus ik geloof dat het een stukje in mijn karakter is. Maar daarvan geloof ik dan ook wel weer dat God dat in je legt. En ik probeer daarin wel te luisteren naar wat zou God daarin willen. Dus ik probeer wel te zoeken naar, nou, waar ervaar ik Gods rust bij? Ja. En hoe werkt dat? Dat je zegt van, het lijkt zo vaak zo abstract. Hè? Je hebt God en wij hier op aarde. En jij zegt, ik ontdekte dus op een gegeven moment dat God ook echt betrokken is in mijn leven. Maar hoe merk je dat dan? Hoe merk je dan dat God betrokken is in je leven? En dat hij daarin dus ook jou leidt dus in bepaalde keuzes die je maakt, zoals je net zegt? Ja, ik ervaar dat en door gewoon de Bijbel te lezen. Aangezien dat volgens mij Gods woord is. Dus
Door daarin te lezen van wat voor keuzes maakte Jezus. Wat staat daarin voor waarheid? Dus dat te leggen op mijn leven. Dat wat ik doe kan natuurlijk niet 100% overeenkomen. Want we leven niet in dezelfde tijd. Maar de principes die je nastreeft kunnen volgens mij wel nog steeds gelden. Kun je een principe noemen? Het dus bijvoorbeeld opkomen voor armen is iets wat overduidelijk ook in de Bijbel staat. Of voor hen die zwakker zijn. Of voor hen die niet gehoord worden. En mijn drive zit dieper dan alleen maar, dus dat staat er, dus dat doe ik. Want dan zou ik nog veel meer dingen misschien moeten doen. Maar dat is wel hoe ik dat in ieder geval dan kan bekijken. En verder door over situaties te bidden. En vaak merk ik dan, als ik daarover bid, soms dan kan ik zo ontzettend onrustig over iets zijn, dat ik in ieder geval denk, hier moet ik iets mee. En ik heb wel eens onrust over dat ik denk, meer een soort bewogenheid onrust. Maar ook wel eens dat ik denk, als ik zo onrustig over blijf, kan het dan wel een goede stap zijn. Dus ook een stukje, sorry, wilde je eigenlijk de muziek al aanzetten? Ja. Ja, maar nu wil je het eind horen. Ja. dus een stukje inderdaad door Gods rust en soms ook door andere mensen heen, wilde ik er nog achteraan zeggen. Van soms hoor je ook Gods antwoord door iemand anders heen. Keep on moving. Lekkere song hier op de avond van House Gospel Choir. We zitten vanavond in de studio met Eline van der Woude. Echt super tof gesprek al. Het zet misschien ook wel een beetje tot nadenken van, is er bij ons thuis ook over gepraat, over seks? Of hoe dan wel, of hoe dan niet? Wat voor keuzes heb ik daarin gemaakt? Wat zou ik een volgende generatie misschien willen vertellen? Hoe kan ik de jongeren in mijn omgeving ook weerbaar maken? En misschien wel wat meegeven van de lessen die je zelf hebt geleerd. Dat is in ieder geval één van de passies van Eline. Maar Eline, je staat voor een hele nieuw hoofdstuk in je leven. Klopt. Betrokken was je al bij Luma. Nu ga je voor, ga je de mensen voor binnen de organisatie. Ja. Neem ons eens mee, Luma, wat ga je doen? Ja, dat moet ik ook nog een klein beetje ontdekken dus. Maar ik ben inderdaad net gestart bij Luma, als gezicht van Luma. En wat gaan we doen? We zijn er heel erg op. Het goede woord. We willen heel erg vrouwen inspireren in het geloof en ook echt heel erg uitdagen om het te gaan uitdelen. Dus geloof delen wereldwijd, zeggen we altijd. Dus wat gaan we doen? We hebben in ieder geval in oktober nog een conferentie die er aankomt. Die we samen met She Rises organiseren. Dus dat zal een eerste zijn. Verder zijn we bezig met een andere internationale conferentie die meer voor voorgangers is. Dus daar ben ik bij betrokken. We hebben verschillende acties, zoals Soktober. Ga ik mee aan de slag. Ja, daar horen we straks zeker tegen. Ja. Ik dacht, ik zal hem nu vooral alleen even noemen. De teaser. Om precies lekker te blijven luisteren. Soktober, origineel. Ja. Dus zo staan er eigenlijk al verschillende evenementen in het vooruitzicht waar ik aan mee ga helpen. We hebben de Speakers Academy, die is weer gestart, waarin we vrouwen echt willen trainen om vanuit hun geloof te delen. Dus ook echt vanuit de Bijbel te delen, te spreken. Daar zijn wij ook altijd. Die organiseren wij in samenwerking met Paulien Vervoorn. En zij geeft de training, maar wij zijn daar ook altijd bij betrokken. Dus ik denk dat mijn eerste werkweken straks zo voorbij zijn. Ja, dat zou wel, ja. In ieder geval genoeg moois op de plank om ook te gaan doen. En jullie organiseren ook wel veel wandelingen of hardloopacties. Ja, hardloopactie komt er ook alweer aan. Klopt. Waar ook die beweging ook letterlijk? Is dat ook zeg maar filosofisch bedacht van we willen vrouwen ook juist in beweging brengen? Het thema van jullie conferentie is ook komt tevoorschijn. Dus het klinkt wel echt als kom, ga, beweeg. Ja, en we willen ze. Kijk, we zijn geen sportorganisatie, dus we willen ze niet per se fysiek in beweging zetten. Maar daarnaast is het natuurlijk wel, als je het fysieke samenpakt met je gedachtegang daarin meenemen. Van hoe kom ik dan tevoorschijn? Kan dat volgens mij wel hartstikke krachtig zijn. Ja, het is mooi om een soort van mantra te doen als je gaat hardlopen. Dat je echt nadenkt over hoe kom ik dan ook geestelijk, emotioneel in beweging. Ja, dus gewoon een stukje als je een beweging creëren. Precies, als je letterlijk een stap zet, dan doet dat vaak meer dan dat je alleen die stap maar in gedachten zet. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat we verder nog van je gaan horen. Heb je nog een soort van pitch om voor mensen om over na te denken? We gaan er even tussenuit voor de commercials en voor het nieuws. Dat je zegt, denk hier eens even over na.
Ja, denk hier eens over na. Nou, we zeggen bij lumen. Lumen is natuurlijk afgeleid van licht. Wij zijn licht. Dus denk hier eens over na. Hoe ben je al licht in je omgeving? Yeshua, Jesus Image, tweede uur van Wild Faith hier op Wild FM. Leuk dat je luistert en fijn dat je terug bent. Als je misschien er zelf ook even tussenuit bent gegaan tussen de plichtplegingen die we hier hebben om het station natuurlijk draaiende te houden. Ja, met de allerbeste gospel dance hopen we je ook hier te laten horen wat het is om gospel muziek te luisteren. Maar ook in gesprek te zijn met altijd een leuke spraakmakende gast. Vanavond is dat niemand minder dan Eline van der Woude die net begonnen is een paar dagen als voorvrouw, als frontvrouw van Lumen, een organisatie die vrouwen in beweging wil zetten, wil samenbinden en dat altijd wil doen rondom thema's of in samenwerking met andere organisaties. Dus een prachtige organisatie die heel mooie dingen doet. En daarnaast werkt ze ook nog steeds als preventiemedewerker voor een deel bij Scherlakenkoord, waarvan we al meerdere mensen hier ook al in de studio hebben gehad om hun verhaal te vertellen. Ja, en het leuke is wat ik het eerste uur helemaal niet in de introductie heb genoemd, maar dat je natuurlijk graag ervan houdt om te zingen, om een koor te begeleiden. Dus dat is natuurlijk nog een extra weetje wat we nog kunnen delen hier vanavond. En ze heeft ook gedeeld over haar passie voor vrouwen, voor onrecht, wat haar hart daarin doet, dat ze ook ook ziet. Onder andere doordat ze een jaar in het buitenland in Afrika gewoond heeft van, met geld los je het niet op, maar hoewel ik heb het antwoord niet en wij hebben het antwoord hier niet, maar toch er om te zijn, om naar de mensen om te zien, is al zo kostbaar en is al zo mooi. Ik ben heel benieuwd wat de tweede uur ons gaat brengen. En natuurlijk in het bijzonder over hoe jij als frontvrouw in Lumen gaat bewegen en wat voor mooie dingen je gaat opzetten, waar onder andere jou iets in oktober, wat er in deze maand gaat plaatsvinden, wat jullie gaan organiseren en waarom en hoe en wat, gaan we straks meer lekker over doorpraten. Want we gaan beginnen met de tijdmachine. Die ga ik opstarten. En ik ben heel benieuwd waar Eline van der Woude ons vanavond mee naartoe gaat nemen, in welk bijbelgedeelte en wat haar zo aanspreekt en wat zij met ons wil delen. Ik neem jullie graag mee naar Marcus 11. En daar gaat het over Jezus en zijn discipelen. En wat je er eigenlijk leest is dat Jezus gewoon heel erg onderweg is met zijn discipelen. Nou, daar had ik sowieso dan wel bij willen lopen of zo. Dus daarom moest ik daaraan denken bij de tijdmachine. Ik dacht, waar zou ik nou willen zijn? Ik zou er wel achteraan willen lopen als Jezus daar dan rondliep met zijn discipelen. En het verhaal waar ik over na moest denken was het verhaal dat hij in de tempel komt en dat hij kwaad wordt. Want hij wordt kwaad over alles wat er in de tempel gebeurt. De tempel was eigenlijk een soort kerk in die tijd. In ieder geval echt een plek waar een beetje een heilige plek. Niet een beetje, ik denk een veel heilige plek. En op dat moment werd er eigenlijk handel gedreven en werd Jezus daar boos om. En ik ging thuis erover nadenken, welk moment zou ik dan wel bij Jezus aanwezig willen zijn als ik even in die tijdmachine kom? En ik dacht, ik zou wel aanwezig willen zijn in het moment waarin hij boos werd. Want wanneer kreeg Jezus het vuur in zijn ogen? Wat maakte hem woedend? Waarom maakte het hem woedend? Want ik vind als mensen werkelijk vanuit bewogenheid, vanuit hun hart boos over iets worden, dat kan zo iemand. Dan kun je iemand zo echt leren kennen in dat moment. Ik dacht, ik zou daarbij wel aanwezig willen zijn. Ik zou hem mee willen maken dat hij iedereen wegstuurde. Dat je het vuur in zijn ogen zag, de passie zag waarmee hij dat waarschijnlijk gedaan heeft. Het was Come Alive van een remix van Lauren Daigle. Misschien hoorde je het nummer wel en dacht je, hey, ik ken het ergens van, maar het is een mannelijke zanger in deze. Echt een super vet nummer. Eline nam ons net mee naar het, best wel een kras, maar dat is een Duits woord. Wel een indrukwekkend bijbelverhaal uit Marcus 11. Ja. Marcus is een van de ooggetuigenverslagen in het Nieuwe Testament van het leven van Jezus. Ja. En je zegt, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat geweest zou zijn, zeg maar. Die vurigheid, wanneer dat vuur in Jezus' ogen zou komen op het moment dat hij echt dacht, even serieus, wat zijn ze hier nou eigenlijk allemaal doen? En je zei ook zo mooi, juist op dat soort momenten leer je mensen ook heel erg kennen. Wat denk je dat je dan van Jezus had leren kennen als je erbij was geweest? Ja, nou daar was ik dan dus wel benieuwd naar. Is dat dan het stukje voorliefde voor het werk van zijn vader of voor de heiligheid van zijn vader? Dat niet, dat daar in die tempel niet wat anders mag gebeuren? Of is het dus ook een stukje dat hij het gevoel heeft dat het ongerechtigheid is of zo?
Ja, dat is precies de vraag die ik er dan wel bij zou hebben. Wat zou hem dan zo boos maken? Ja, want er gebeurde nogal wat. Ik bedoel, de tafels die er allemaal stonden, die vlogen zeg maar over het tempelplein heen. Ja. Dat hij zei, ja, deze plek is gewoon echt waar het om draait. En niet zozeer een plek om dan ook winst te gaan maken. Ja. Of gewoon bedrijvigheid te hebben. En dat is wel bijzonder. We hebben dit verhaal nog nooit eerder voorbij zien komen. Is het ook wel, als je kijkt naar het leven van Jezus en wie hij was, dat je zegt van, juist ook door die verhalen te lezen, leer ik hem ook steeds beter kennen wie hij is? Ja, zeker. Ja. Ja, bijvoorbeeld in dit verhaal vind ik het ook gewoon mooi, de menselijkheid ervan. Dus ik had ook wel gewoon bij dat stukje menselijkheid aanwezig willen zijn. Of, en de heftigheid ervan. Ik hou ook wel van om daar te zijn waar het niet altijd alleen maar soepeltjes gaat. Ja, niet zozeer binnen de lijntjes te kleuren wellicht. Ja. En als je Jezus zou omschrijven van hoe je hem hebt leren kennen door al die jaren heen, hoe zou je hem dan omschrijven? Nou, wat ik zo mooi sowieso vind door al die verhalen heen, is dat hij een heel sterk innerlijk kompas heeft. En ik denk ook echt dat God in hem is, maar hoe hij daarop vaart, hoe hij daarop zich door laat leiden, dat vind ik sowieso dus heel inspirerend eraan. En hoe hij dus liefdevol en boos tegelijk lijkt te kunnen zijn of zo. En heb je dat zelf ook, dat innerlijke kompas waar je op vaart? Ja, daar probeer ik dus wel goed naar te luisteren, ja. Omdat ik juist dus denk dat ook wel God in je is die daarin spreekt. En heb je ook wel eens momenten gehad dat je zegt, ik kan me echt herinneren dat God daar ook echt in sprak? Dat je echt een stukje leiding hebt ervaren in je leven van God? Voordat de luisteraar denkt dat ik dan echt hele letterlijke stemmen heb, dat is niet het geval. Volgens mij zijn er wel mensen die dat wel eens hebben, maar dat is bij mij zeker niet het geval. Maar toen ik bijvoorbeeld de vacature bij Lume voorbij zag komen, toen ik was erbij op het moment dat Hagar zei, ik stop. En op dat moment kwam al iemand naar mij toe en die zei, nou, volgens mij is dat hier de toekomstige frontvrouw. En ik zei echt, dat dacht ik niet. Ik was echt niet uit op een andere baan of zo. Dus ik zei eerst echt, nou, dat denk ik niet. Maar ik merkte echt dat die vacature gewoon, hoe ik het ook bracht, hij kwam echt telkens weer terug. Dus daarom dacht ik al wel, oké, nou, misschien moeten we dan toch maar eens het serieus gaan nemen. En met dat hij online kwam, kreeg ik ook echt 10 appjes binnen. Van, nou, ik zie hier gewoon een vacature die volgens mij voor jou is. En ik heb dan door mensen heen, door dat telkens terugkeren heen, ik denk dan wel, is dat het innerlijk kompas? Is dat God die praat? Maar ik denk, dit kan ik niet negeren. Ja, en je bent het geworden. Ja. Ja. Hoe was dat om dan toch, je zei in het begin, echt no way, dat is niet wat voor mij. En nu sta je daar. Ja, ik heb het wel echt ervaren als in het begin gewoon een stap in geloof, in hem zetten. Toen ik zei bij Schada Kort, ik ga hier een stap terug doen. In het begin zei ik ga helemaal stoppen. Uiteindelijk hebben we besloten dat ik zijdelings nog wel daar betrokken blijf. Maar toen ik dat in het begin zei, nou, ik kon wel janken. Ik moest denk ik ook wel echt huilen. Gewoon van, ik was niet per se uit op iets anders. Maar soms voel je zo van binnen de roep van, ja, maar dit is wel de stap die je mag maken. En ondertussen doe ik dat ook echt met volle overtuiging. Maar dat was wel even een proces daarin. Ja. Soms voel je de roep eerder dan dat je hoofd daar echt in meegaat of zo. Hey, en wat vind je het mooiste aan het werk van Lume? Dat je zegt, ja, maar dat vind ik echt gewoon, daar ga ik helemaal op aan. Ik ga er wel op aan naast dat we echt vrouwen willen aanmoedigen om hun geloof te delen, zie ik het ook een stukje als vrouwen in hun kracht zetten. In hun kracht die ze van God hebben gekregen. Ik vind het aan de ene kant een beetje een wazige uitspraak. In hun kracht zetten, een beetje. Is dat nou heel duidelijk? Term. Ja, dus zo bedoel ik hem niet. Maar ik geloof gewoon wel dat ieder mens, maar dus ook zeker iedere vrouw, iets unieks in zich heeft waar ze ook in mogen geloven en in mogen staan. En ik zie gewoon dat genoeg mensen, maar dus ook zeker vrouwen, wat mij betreft zichzelf tekort doen. Is dat ook precies de oproep die de vrouwen krijgen tijdens het evenement op 12 oktober? Komt tevoorschijn? Ja, dat vind ik een heel mooi bruggetje wat je maakt. Ja, dat is wel echt inderdaad waar we met de conferentie ook echt voor gaan. Komt tevoorschijn in wie jij mag zijn, in waar God je geplaatst heeft. Kom ook tevoorschijn uit datgene wat je vasthoudt. Misschien is er iets gebeurd waardoor je dus ook niet tevoorschijn durft te komen.
En misschien heb ik makkelijk praten, omdat ik al vertelde dat ik een prima jeugd heb gehad, een prima nestje heb. Ik snap echt dat er dingen zijn die vasthouden, die belemmeren. Maar ik zou echt iedere vrouw willen aanmoedigen om inderdaad tevoorschijn te komen. Ja, dus als je nu luistert en je zegt, ik wil hier meer over weten. Ik zou eigenlijk wel juist ook een stukje meer vrijheid willen ervaren in mijn leven. Dat stukje kracht kunnen ervaren. En de God daarin juist ook de ruimte te geven om dat als hij bestaat, ja, dat ik hem daarin ook mag ontmoeten. Check dan de website wijzijnlumen.nl. Daar kun je meer informatie vinden over het evenement van 12 oktober. Ja, dat is al over 10 dagen. Dus ik zou zeggen, haak aan, wees erbij. Het is echt voor een schijntje €60 volgens mij. Weet je, €70. Want er zit €10 in voor een ticket voor voor een conferentie in Oeganda. Klopt. Dus ik zou zeggen, zorg ervoor dat je een ticket hebt. En laat je heerlijk overladen. Laat je uitdagen en overladen om tevoorschijn te komen. Zeker. Gospel of Dance met Light of the World. Ja, dat is natuurlijk thematisch gekozen. Thematisch gekozen, bijna op Lumen. Hè? Licht, dat staat voor licht. Licht hebben we nodig om überhaupt te kunnen leven. Want dat is natuurlijk ook wel een belangrijk factor. En Lumen timmert aan de weg. Lumen timmert aan de weg met Soktober. Yes, ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat jij daarvan kan laten horen, kan laten zien. Nou, helaas niet, want ik begreep dat wij volgens mij een paar sokken mochten weggeven. Ja, ja. Maar Soktober, dan denk ik, ik heb het ook koude voeten, maar dat is vertel in liefde. Ja, nou ja, de winter komt eraan, dus we willen allemaal weer lange sokken aantrekken, toch? Ja. En dus hebben wij altijd bij Lumen een actie, Soktober. En dat is eigenlijk ook weer een manier van leuke sokken aantrekken. En ondertussen kan het ook nog weer een mogelijkheid zijn om je geloof te delen. Of in ieder geval iets te delen van waar je voor staat. Want op de sokken staat ook een tekst. En die staat zo. Ja, ik ga proberen het heel beeldend wel even te omschrijven. Voor diegenen die ze dan super graag willen winnen. Het zijn zwarte sokken of witte sokken. En dan staat er met heel mooi goud stiksel. Staat er aan de zijkant geloof, hoop en liefde. En dan bovenin staat er een. Zo bij dat boordje zeg maar. Staat er zo'n hartslagje. Waar dan ook weer geloof, hoop en liefde in tekens in staat. Wauw. Ja, ik vind ze zelf echt heel mooi. We hebben wel eens veel aanwezige sokken gehad met felle printjes en dat soort dingen. Terwijl ik vind deze dus zo tof dat ze juist zo mooi, ja, best wel subtiel, maar toch uitnodigen. Ik bedoel, als je deze op tafel legt ergens met je voeten zo, dan zal het misschien. Oh, dat mag. Maar komt ook daar serieus. Er zit vaak een gedachtegang wel achter iets. Je kan wel zeggen, ja, het wordt koud, dus we moeten sokken aan. Nee, de gedachtegang is natuurlijk dat dit nog wel eens een mooie uitnodiging voor een gesprek kan zijn ook. Ja, oké. Okay. Ja, of dit is een super tof cadeautje om weg te geven. En dan ondertussen nog eens een linkje te maken naar. Maar waarom zou je dit weggeven? Waarom zou je iemand geloof, hoop, liefde weggeven? Ja, en Soktober, hoe lang bestaat Soktober dan al? Oh, geen moeilijke vraag stellen. Oké. Ik ben net begonnen bij Lumen. Mag je al niet alles. Nou, ik heb het al een keer eerder gezien. Dat waren echt knalgele sokken. Met, ja, ik kan me zeker al 4 edities herinneren. Ah, maar wie weet zijn er meer. Oké, dus voor de echte verzamelaar. Die moet moet je deze hebben. Ja, nou ja, ik zal je verklappen dat ik heb echt ondertussen al een paar of 30 sokken. Maar dat zijn altijd echt andere sokken. Geen saaie zwarte, geen saaie blauwe, witte. Oké. Dat was vorig jaar. Voor zijn verjaardag kreeg hij een bananenpakket. Ja. Van zijn meiden. En daar zaten ook bananensokken. Bananensokken. Heb je ze aan? Nou, ik heb nu niet gewoon zeggen dat je wat saais aan hebt. Nee, zeker niet. Ik heb gewoon even de sokken op tafel. Barbecue sokken heb ik aan. Ah, jij hoofd op lekker weer van, nog. Van een Green Egg. Nee, die gaat het hele jaar door bij mij. Ook in de winter. Oh ja, Green Eggs kunnen natuurlijk altijd gewoon lekker. Dat deelde Joost vorige week al. Dat hij heerlijk gewoon heel het jaar door buiten wil barbecue. Ja, dus Anneke zei al, wanneer komt hij uit? Dat zei jij zei, wanneer komt hij uit? Winterbarbecue is een hartstikke hip. Toch? Ja, tuurlijk. Ja, je moet gewoon met de trend meegaan. Ja. En wat voor. Kijk, we hebben het nu over zichtbaar zijn. En dat is natuurlijk ook iets waar je ook de mooie draad ook hierin oppakt van Lumen. Naar buiten komen, zichtbaar zijn van je geloof, wat je gelooft, waar je mee bezig bent. En wat voor acties zijn er nog meer? Los van de sokken en het samen optrekken met bijvoorbeeld rennen of lopen of wandelen.
Wat voor acties Lumen nog meer doet? Nou, we hebben natuurlijk de conferentie al genoemd. En we hebben nu inderdaad Zoctober genoemd. Verder, Lumen is best wel online vindbaar. Dus dat we online echt ook wel vrouwen uitnodigen om hun geloof te delen. We ondersteunen verschillende buitenlandse projecten. Dus we willen ook de link leggen naar vrouwen in het buitenland. We zeggen ook altijd wereldwijd geloof delen. Dus we zien juist echt de meerwaarde van dat je als buitenlandse vrouwen Nederlandse vrouwen kunt inspireren en andersom. We hebben straks weer de Lumen Light Trail op de agenda staan. Dat is ook echt al wel een terugkerend dingetje waar Lumen volgens mij al mooi wat bekendheid mee krijgt. Waarmee we letterlijk vrouwen in beweging zetten. Dus wandelen of hardlopen. Dit jaar vindt hij plaats in Enschede. Ik zie dat jij de website erbij hebt, dus ik zit even te checken. Maar Enschede, ja. Ja, dat zie ik staan. Ik moet sommige dingen nog eventjes... Als je zegt van, hey, ik wil een leuke stad verkennen en dus iets tofs doen. Ja, en ook dat is er weer op gericht van... Het is aan de ene kant letterlijk met licht om je heen. Dat is de Lumen Light Trail. Ook letterlijk lekker donker, lampjes toch? En in het donker gewoon echt licht door de stad heen laten gaan. En daarmee... Veel van onze evenementen zijn dan ook wel weer gericht op... Nou, dat zou een mooie aanleiding kunnen zijn om weer in gesprek te gaan over... waarom zou je nou eigenlijk licht willen zijn? Dus op die manier daar ook weer in te delen. Want als je meedoet aan die Light Trail... zou het fijn zijn als je daarbij ook wat sponsors zoekt... want er gaat weer geld naar een buitenlandproject. Dus dat is hoe het heel vaak werkt bij Lumen. Het geeft je handvatten zelf heel concreet om... mooie ingangen te hebben om te delen over je geloof. Om licht te zijn daarin. En tegelijkertijd ben je ook weer licht voor iets in het buitenland. Want bijna al onze projecten gaan samen met een project in het buitenland. De sokken, de helft van de opbrengst, gaat naar het buitenland. De conferentie, 10 euro van je kaartje, gaat naar het buitenland. Ja, dus zo proberen we altijd de koppeling te maken naar wereldwijd ons geloof delen. Ja. Hey, stel je voor, iemand luistert nu en die heeft nog helemaal niks met geloven. Of die zegt, hè, waar heb je het precies over? Waarom is geloof zo essentieel? Waarom zou je dat als het ware van de daken af willen schreeuwen, willen delen? Waarom zou je dat niet moeten missen? Ja, ik zou, als je inderdaad nu luistert en denkt, ik snap er echt geen klap van. Dat zou natuurlijk goed kunnen. Dan zou ik je echt willen uitdagen om eens uit te gaan zoeken wie God voor jou is. En ik geloof namelijk dat God er ook voor jou als luisteraar wil zijn. Een God die je lief heeft en die, die voor jou klaar wil staan. En ik snap echt dat je misschien luistert en denkt, wat een wartaal. Maar ga het eens ontdekken. Pak eens een Bijbel. Begin eens met lezen. Begin misschien eens in de evangeliën waar we net ook al een verhaal uitdeelden. Daar komt Jezus heel met hele praktische, concrete verhalen. Wie weet zal je dat aanspreken. En dan hoop ik echt dat je kunt gaan ontdekken waarom dat geloof zo belangrijk is. Want voor mij is het absoluut een houvast die ik eigenlijk aan iedereen zou willen meegeven. En zo heb je een moment waarin je zegt van... Nou, toen heb ik mijn geloof ook echt als een houvast ervaren. Zou je dat willen delen? Ja, dat is eentje waar ik even over na zit te denken. Dan komen we straks bij je op terug. Zeg je nu van, hey, ik zou wel heel graag dus een Bijbel willen hebben... maar ik heb er geen en al dat online vind ik niet zo fijn. Stuur dan een mailtje naar studio@twr.nl. Dus studio@twr.nl. Dan sturen wij er gewoon eentje naar je op. Dit was Heart of Worship van Bright Remix. We zitten vanavond in de studio met Eline van der Woude. En wat een supergoeie cliffhanger net. Ja. Want Eline zei, ik vind het ook wel zo bijzonder dat God juist ook een mega houvast in mijn leven is. En toen zei ik, kun je eens een situatie delen waarin dat zo was? Nou, die kreeg je echt zo voor de voeten geworpen. Dus ze ging het even uit voor het toffe nummer. En dan ben ik wel benieuwd, zou je ons eens mee kunnen nemen in een situatie waarin je echt ervaren hebt, God is voor mij ook echt een houvast. Ja, ik heb er natuurlijk even een liedje over na mogen denken. Weet je, ik ben niet iemand die, en dat is alleen maar een zegen, maar ik heb geen grootste dingen in het leven meegemaakt dat ik kan zeggen, toen dit gebeurde, toen was het zo heftig en toen heb ik zo'n houvast ervaren. Maar die houvast zit voor mij wel gewoon echt in de dagelijkse dingen. In het begin zeiden we al, ik heb 3 kinderen. 3 meisjes, 3 goed aanwezige meisjes. En ik vind het soms best wel zoeken hoe ik als moeder op hun reageer. Ik kan zelf best licht ontvlambaar af en toe zijn. Nou, vandaar dat Marcus 11 net voorbij kwam met Jezus die even... Ja. Ja, ik vind dat zelf. Ik zie dat bij mijn meiden, ik zie dat bij mezelf. Ik zie dat vuur in iemand, daar kan ik...
dat heeft twee kanten. Dat vind ik aan de ene kant gewoon heel mooi. Als ze ietsje in vuur en vlam kan zetten. En aan de andere kant is het soms wat ingewikkeld. En dat is ook precies wat ik wil zeggen van... ik ervaar die houvast ook gewoon in het moeder zijn. In de kleine momenten soms even tussendoor een kort gebed naar God doen. En zeggen, hoe ga ik nu reageren? Hoe vaak ik dan wel niet soms eerst uit mezelf reageren en boos op iets kan worden. En vervolgens toch ook alweer die stem in mezelf hoor van nou, ik ga nu ook maar gewoon sorry zeggen tegen mijn kinderen. En zeggen, sorry, dat was eigenlijk niet mijn beste reactie. Ik bedoelde dit en dit. En eens kunnen we het goed maken. Het is ook wel mooi hè, dat je een soort van, je noemde dat innerlijke kompas. Ja. Wat je dan ook wel eens ertoe uitnodigt of uitdaagt of gewoon zegt hè. Dan ook tenminste willen zijn als in plaats van zeggen ik ben ouder, take it or leave it. Nou, dat liever niet lieve, maar dat je wel bereid bent om dus ook te zeggen, hey, maar ik wil ook sorry zeggen. Ik merk aan mijn innerlijke kompas, zeg maar, hoe God daarin tot me spreekt, dat ik vind dat ik dit beter anders had kunnen zeggen of anders had kunnen doen. Ja, en ze uitleggen waarom het me raakt. Of dat ik gewoon moe ben. En het met daarom gewoon eigenlijk een niet zo'n handige reactie was. Maar dat is wel de dingen. Ik ervaar daar houvast in. Omdat ik dus een soort noodlijntje voel. Van ik kan altijd gewoon even bij God zeggen. Joh, ik weet het even niet. En dan merk ik dus dat ik regelmatig dan toch een beter idee daarover krijg of zo. Dus in die zin geeft het me houvast. En ook wel, er is dus een manier om... sorry te zeggen. Er is bij God altijd een weg terug. Soms moet ik ook wel tegen God zeggen. Denk ik, ja, echt. Had ik dit niet. Ik kreeg prachtige kinderen van u. Nou, had ik ook wel even iets beter mogen reageren. Maar God gaat mij volgens mij daar niet op afrekenen. Nee. Dus dat vind ik ook te houvast erin. Het is wel mooi hoe je dat zo schetst, zeg maar. Zo'n lijn die eigenlijk altijd open staat met God. Dat wat er ook op je pad komt. Dat je dat ook gewoon met hem kunt bespreken. Dat, zo klinkt het bidden voor jou ook een beetje. Ja. Dat je gewoon af en toe iets bij God een soort van over de schutting heen gooit. Van heer, wat moet ik hier nu mee? Wilt u me daarin wijsheid geven? Of ook ideeën geven hoe ik hier dus om kan gaan? Ja, zo is het voor mij wel. Ik weet dat er ook wel genoeg mensen zijn die heel intens in gebed kunnen gaan. Ik ben meer iemand die telkens even me meldt bij God inderdaad. Even... Ja, een soort van alsof dat je letterlijk met hem wandelt of zo, zeg maar. Gewoon dat hij er altijd bij is. Ja. En vind je dat ook zo, dat God niet zozeer, dat je niet naar een kerk hoeft om God daar per se te ontmoeten, maar dat je hem ook gewoon, dus inderdaad, als je aan het koken bent, de stoom komt uit je oren en je bent moe. En de meiden die vragen 15.000 keer, mama, dat je ook dan dus dat moment met God kunt hebben. Ook al is het even tussen de aardappelschillen door. Ja, zo ervaar ik het zeker. Ja. Ik denk niet dat, ook al is God nog zo heilig. Ik denk niet dat je daarom altijd maar een heilig groot moment moet zijn. Waarop je met hem in contact kunt komen. Ja, dus eigenlijk heel laagdrempelig. Ja. En als iemand nu luistert en zegt, ik zou ook wel contact met God willen. Wat zou je dan tegen die persoon willen zeggen? Ik zou zeggen, begin gewoon. Zeg gewoon, Heer God, hier ben ik. En begin maar. En kijk wat er gebeurt. Ook voelt het nog zo gek. Ja, ik kan me zo maar voorstellen dat je denkt, hoe dan? Inderdaad, zeg maar, heer, ik sta hier in een situatie en ik weet het niet. Ja. Wilt u me daarin wijsheid schenken? Wilt u richting geven? Wilt u iemand op mijn pad brengen? Of als je merkt, maar ik wil heel graag bijvoorbeeld naar dat evenement toe. Meld je aan en wees je welkom. Dat je, misschien is dat wel juist de plek waar je mensen ontmoet die met jou willen delen over hun geloof. Want dat is waar Lume voor staat. Hè? Dus als je zegt, ik zou eens gewoon eens wat mensen willen spreken die met God leven en vragen, hoe doe je dat dan? Of hoe kan ik in deze situatie hiermee omgaan? En dan is dit evenement juist een hele toffe plek om te gaan, want iedereen wil met je praten. Ja, meer dan welkom. Ik had even een vraagje nog aan jou, Marije. Je vroeg natuurlijk het zo aan Eline, die er even een lied over na moest denken. Maar ik weet dat jij ook gewoon dingen meemaakt en heel veel hebt meegemaakt. Maar heb je recent zelf ook nog iets waarin je hebt gezien dat God aanwezig was of sprak? Ja, echt mega. We zitten volle bak in een huizencrisis. En ik zit in een particuliere huurhuis wat eigenlijk voor mijn gevoel te klein werd. En ik was echt allemaal een beetje... Ik ben zelfstandig ondernemer. Dan kijk ze naar je laatste drie jaarcijfers. En ik had het gevoel dat ik daar een beetje soort van vast zat. Met de plek waar we naartoe willen verhuizen. Dat de huizen gewoon heel erg duur zijn. En ik was echt al dat mijn partner zei, Marij, het is nou even genoeg. Gewoon, dit is het seizoen, gewoon nu even. Stop er eens mee.
En dat ik daarin echt merkte dat ik bij God kwam. En echt zei, ja, Heer, hoe dan? Zeg maar, ik heb het idee dat ik gewoon een beetje vastzit. En dat ik echt een mega confronterende gedachte kreeg. Waarin ik wist, dit is echt niet van mezelf. Ik heb 2 keer eerder als eerste bewoner in een huis gewoond. Toen ik zelf ziek was. Beide gevallen was ik zelf ziek. En kreeg ik dus een woning, een gloednieuwe woning. Waar ik particulier mocht huren. Voor een prijs wat ondenkbaar was. Want marktwaarde echt veel meer was. En die stem echt, waarvan ik echt geloof dat God dat was. Dat innerlijke kompas, hoe dat jij dat zei. Die zei tegen mij, Marij, denk je dat ik naar die 2 gloednieuwe woningen niet weer voor jou kan zorgen voor een woning? En ik heb gemerkt dat daarna, dat ik er zoveel mee bezig was, is gewoon weg. Ik heb echt ervaren, ja, God gaat dus echt voor een oplossing zorgen. Ik weet nog niet hoe, ik weet nog niet wanneer. Maar ik ervaar daar zoveel rust in dat ik toevallig dit weekend nog tegen mijn man zei. Ja, zeg maar, ik ben er dus ook echt helemaal niet meer mee bezig. Dus dat voelt echt als een wonder, als een soort van ingrijpen van God zelf. Roberto Rosso met Never Be The Same hier bij Wild Fate op Wild FM. Ja, we zijn alweer bijna aan het eind gekomen van deze avond met Eline van der Woude. Die nog een verse 2 dagen pas in de positie begonnen is als frontvrouw van Lume. En daarin al ons nodig heeft verteld over leuke initiatieven die er allemaal genomen worden. Maar ook mooi dat ze zichzelf heeft leren laten kennen. En ik denk ook wel dat misschien juist ook wel in het kader van nieuwe vrouwen die misschien willen aanhaken bij de beweging die jij mag leiden. Deze podcast mooi kunnen luisteren. Want we halen de muziek eruit als die op Spotify en op alle andere kanalen komt te staan. Omdat het mooi is om te horen ook van wat er in je eigen leven leeft. En wat voor passie daar ontspringt als je daarover spreekt. Over de mogelijkheden die je hebt om naar buiten te treden. Hoe je dat zelf doet. Hoe je dat zelf hebt ervaren. Dat je ook aangeeft natuurlijk hoe prachtig mooi het is dat je zelf zoveel veiligheid hebt ervaren. Maar toch ook wel dat God ook spreekt, ook in die wat lastigere momenten. Dat je daar ook in jezelf ook overgeeft. En dat is natuurlijk ook iets wat we allemaal moeten leren. Ik ook nog steeds, na vele jaren christen zijn, is het elke keer weer dat je ook vraagt van hoe gaat God nu reageren? En dat ook zelfs Marije, haar partner, zegt van het is nu niet het seizoen, laat het los. En dat het opeens dat soort momenten zijn dat je denkt van nu niet. Maar we staan wel voor jou, Eline, aan een nieuw seizoen waarin je natuurlijk net vers begonnen bent. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je ook wel denkt van ik handhaaf wat er is. Want de Soktober gaat lekker door. De allermooiste sokken die je maar kan krijgen. Ja. En volgens mij mogen wij een setje weggeven. Ja, en dus check de stories. Check de stories van Wild Fate op Wild FM. Want dan als je je naam opgeeft, krijg je ik denk wel een uniek exemplaar. Is het een maat 43, 46? Nee. Ik zal niet. Geintje. 36, 42. Ja, precies. Nee hoor, geintje. Zit vast rek in hoor. Geintje. Nee, we hadden het hier over sokken dragen. Ja, precies. Dan gaan we weer. Precies. Nee, maar het is oktober. Aan je vrouw geven. Ja, mevrouw. Zeker, die vindt het hartstikke leuk. Ja. Nee, maar ook natuurlijk jullie conferentie waar we ook met je voorgangster Hager wel eens telefonisch hebben over gesproken. De andere activiteiten die jullie doen met de Speakers Academy. Maar ook iets wat gewoon vrij nieuw recent aan tafel is er iets. Dat is ook zo'n nieuw initiatief. Klopt. Maar allicht ook dat je zelf meer hebt. Maar aan tafel kan je me kort, wat is het precies? Kom aan tafel. Ja, kom aan tafel. Het is inderdaad een nieuw, redelijk nieuw project wat we zijn gestart. Waarbij we eigenlijk vrouwen willen uitnodigen van maak een groepje met vrouwen waarmee je gaat afspreken om bij elkaar te komen. Om met elkaar aan tafel te komen, de maaltijd te delen. En ondertussen komt er ook iemand van Lume, een spreekster. En die wil je meenemen in een soort, hoe zal ik dat eens noemen? In een avond waarin je eigenlijk centraal staat getuigen met lef. Dus hoe, en dan is het lef met een V. Ja, ik moest nadenken. Dat is het Hebreeuwse woord voor hart. Ja. Lef.
Ja, dus getuigen met je hart. Dus eigenlijk gaat het ook wel weer over dat stukje tevoorschijn komen. Ook tevoorschijn komen als kind van God. En ja, dat is gewoon in, volgens mij een hele mooie vorm gegoten. Want wie houdt er nou niet van gezellig samen met elkaar een maaltijd nuttigen? En dat heeft vaak ook wel weer een... Ja, bijzonder gevoel, toch? Ja, ik denk dat wij als Nederlander... Ik spreek even als Nederlander en niet misschien als boer en dochter. Maar ik denk wel dat het algemeen in het NS... dat wij helemaal vergeten zijn hoe gaaf het is om gewoon samen te eten. Ja. Hè? En dat is iedereen moet eten, zeg ik wel. En op het moment dat je het even samen hebt... kom je vaak toch tot mooie gesprekken. Ja. Zelfs verdiepende gesprekken. En dat kan je zelf in de maat houden. Hè? Dus je hoeft niet altijd 3 uur aan tafel te zitten. Maar toch, ja. het gevoel om samen te zijn... en dat verbindt ook met elkaar. Ja, ik heb mijn andere kant van de familie... de schoonfamilie is een Indische kant. Ja, dat hoort gewoon in de cultuur. Ja. Lekker eten. Maar die lekker snappen eten. Helemaal. Maar ja. Nederlanders kunnen ook lekker eten maken. Ja. Dat kan ook een heerlijke stamppot zijn. Dat hoeft echt niet zo uit. Ja, het te gaat zijn, inderdaad toch? Niet over dat het hoogstandjes qua eten moeten zijn. Maar over het gewoon samen de maaltijd delen. Ook in gesprek. Ja. En daarbij dus met allerlei opdrachten. En met een stukje verdieping. Nou, daar samen... Ja. Ja, samen met elkaar optrekken en lef tonen met een V. Ja. Ja. Vanuit het hart die stap nemen. Ja. En heb je zelf, we gaan niet al je helemaal uitvragen over je hele strategische plannen die je al ligt. Hè? Want misschien zeg je, ja, ik ben blij met wat we hebben, dat handhaven wezen. Dus ik ga eens even rustig die organisatie in en me laven onder wat er gebeurt. Ja, dat is wel hoe ik ook gewoon een beetje ben. Dus eerst instappen, kijken wat staat er. Ik bedoel, ik vind dat ze al super toffe dingen doen. Dus ik wil heel graag gewoon lekker me daar verder in verdiepen. En ook alles weer eens met frisse wind te bekijken. En dan geleidelijk aan gaan we vast en zeker ook nadenken van wat gaan we voor het komende jaar doen. Maar daarbij ook gewoon denken, wat is onze missie, wat is onze visie en daar weer verder op doorwerken. En daar zie ik echt naar uit. Het is altijd goed, hè? Af en toe een frisse wind door een organisatie en weer volle focus op, wat doen we en waarom doen we dat? Ja. Zeg je nu van, je noemde net even het kind van God zijn. We hebben laatst een heel mooi interview gehad met Winette Hubrechtse. Dus zeg je van, hoe werkt het eigenlijk, God, het kind van God zijn? Dan is dat zeker ook een mooie om weer terug te luisteren via onze podcast. Wild Fate, de podcast via Spotify. Dan kom je heel veel mooie interviews ook tegen. En ik ben echt heel erg benieuwd, Eline, wat je allemaal gaat doen. Ik ook. Dus zeg je nu van, ik wil de organisatie eens volgen als je dat überhaupt nog niet doet. Wij zijn lumen.nl en ook op Instagram. Insta, ook yes. Wij zijn lumen. Ja. Dan kun je ze vinden. Zeker. En kun je lekker op de hoogte blijven. Voor ieder wat wils, wil je gaan rennen, wandelen, mensen ontmoeten, samen eten naar een evenement. Nieuwe sokken. Voor de winter. Dan is er voor iedereen wel wat moois te doen. Ja. Ik wens je gewoon echt heel veel mooie avonturen. Ja, dank je. Het nieuwe avontuur waar je instapt. Ja. En je laat je passie voor het schelaken koord, voor het preventiewerk, laat je nog niet helemaal los. Maar ook wel een heel mooi vooruitzicht ook om dat te gaan doen. Ja. En wij zijn volgende week weer bij jullie terug. Ja, fris en fruitig hoop ik weer lekker aan te schuiven hier met jou, met een nieuwe gast. En weer een mooi inspirerend verhaal. Dankjewel Eline dat je er was. En, graag gedaan. Tot ziens. Yes.